Vanaf maart werden coronabeperkingen opgeheven en de maand verliep zonovergoten. De verkiezingen en de oorlog in Oekraïne speelden een grote rol. In de grote kerk werden kaarsen opgestoken voor Oekraïne. Ik ben hier om te bidden voor de mensen in Oekraïne die dan zo'n slechte situatie voor zich krijgen. En ik hoop dat ik op zo'n manier toch nog een steentje bij kan dragen voor de mensen daar. De Almeloze jazzpianist Johan Bijkerk werd 80 en ontving de Almeloospeld uit handen van local burgemeester Maathuis. Bravo. De tentoonstelling over het werk van Haanstra in Hof 88 mocht haar 1000ste bezoeker verwelkomen. Helemaal uitnodigend voor deze tentoonstelling. Ja, omdat ik zelf 3 schilderijtjes van Volkert Haanstra senior in de gang heb hangen, dacht ik van, dat moet ik even zien. En ik had het programma op TV Oost gezien. Vandaar dat ik hier ben. En nu was u toevallig de 1000ste bezoeker. Ja. Hoe vindt u dat? Dat vind ik geweldig. Onverwachts. Op deze mooie zonnige dag en dan ook nog cadeautjes krijgen en genieten van een mooie tentoonstelling. Helemaal geweldig. En weg zijn ze. Na 2 jaar afgelastingen door corona kon eindelijk de traditionele Sisu Cross in maart gehouden worden. Avicii was daarbij. Vandaag vindt plaats de Sisu Twentse Cross in het kader van de Twentse Cross competitie waar wij onderdeel van zijn. We hebben vandaag ongeveer 400 deelnemers en die lopen de verschillende afstanden, de 10, de 5, de 2,5 en de 1 kilometer voor de pupillen. In principe is dit de oudejaarscross en vanwege de coronabeperkingen hebben we deze cross moeten aflassen in december. En we hebben nu als alternatief nu de voorjaarscross die we nu als Sisu organiseren. 16 maart werden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hier wat impressies vanuit de stemlokalen en de uitslagenavond. Wat gaat het komende jaar allemaal nog blijken? Aanstaande maandag om 10 uur in de raadszaal hier in het stadhuis. Bent u van harte welkom om die zitting van het Centraal Stembureau bij te wonen. En vanaf dat moment zijn de officiële uitslagen tot op stembureauniveau, tot op kandidaatniveau voor iedereen beschikbaar. Volledig uitgeademd, leeg. Anje Gnodde werd de winnares van de Willem Wilming dichtwedstrijd 2022. Er werd me gevraagd of ik echt wilde komen toen ik opbelde om te zeggen dat ik niet zou komen. Want ik had het weekend eigenlijk wat anders. Maar toen zei Ellen, nou, ik vind toch echt dat je moet komen. En toen dacht ik, oh, wacht even. Dus dan ga ik mijn plannen een beetje veranderen. Dus vandaar, ja. De schellevissen traden op voor Oekraïne en konden daardoor €700 overmaken naar Giro 555. Het idee kwam eigenlijk van mezelf, omdat ik thuis televisie aan het kijken was. En ik zag alle oorlogsgeweld uit Oekraïne. En al die mensen die huis en haard moeten verlaten. Dus dat idee heb ik geopperd. En iedereen was daar meteen voor. Dus dat zijn we in gang gaan zetten. En al is het maar een klein druppeltje op de gloeiende plaat, dan vinden we het toch fijn dat we dit hebben kunnen doen. Na vele jaren honkbal op het Maatveld konden de uitsmijters verhuizen naar een betere locatie. Een sponsoractie werd op touw gezet om een nieuw clubgebouw mogelijk te maken. Ja, het gaat eigenlijk erg goed. We zijn ontzettend blij met het nieuwe veld. Mooie aanwas van nieuwe leden, van kleine kinderen die honkbal en softbal ontdekken. Hoe zie jij de toekomst van honk, softbal en b-ball club, de uitsmijters in? Eigenlijk rooskleurig. Er is ontzettend veel nieuwe energie vrijgekomen door de verhuizing, door het nieuwe veld. Veel aanwas van nieuwe leden, veel positieve reacties op Facebook en een grote bereidheid tot te helpen bij het klussen bijvoorbeeld. Hebben jullie een leuk team? Ja.
als de officiële stadsomroeper van de gemeente Almelo wens ik u allen een mooie en goede toekomst toe. En zegt het voort en veel succes. Na de verkiezingen nam de gemeenteraad afscheid van de helft van de zittende raad. Drie van de vertrekkende raadsleden werden onderscheiden als dank voor hun jarenlange inzet. Ik heb in totaal 12 jaar hier in de gemeenteraad ben ik actief geweest. 3 periodes vol meegemaakt en voordat ik dat deed nog 1,5 jaar meegedraaid. Dus in totaal 13,5 jaar. Begonnen ooit in het oude stadhuis en prachtige periode. En na 13,5 jaar is het tijd om ruimte te maken voor nieuw aanstormend talent binnen de VVD.